Het is tijd om de eetbare tuin af te maken. We hebben natuurlijk al appel- en perenbomen geplant. Verschillende kruiden, waaronder tijm. En nu is het tijd voor klein fruit. Het is wel leuk, want daar heb je heel erg veel verschillende keuze uit. Bijvoorbeeld kiwi, rode bes, bosbes, witte braam. Heel veel verschillende soorten. En die ga ik hier allemaal langs de rand planten. Zodat als de mensen hier straks langslopen, dat ze lekker zelf allerlei heerlijke dingen kunnen plukken. Wat leuk is, als je zelf planten uit gaat zoeken, er staat heel veel informatie achter op het kaartje. Maar wat er ook op staat, en dat vind ik zelf heel erg belangrijk, zeker bij eetbaar fruit, dat het duurzaam gekweekt is met milieuvriendelijke meststoffen, gerecycled regenwater. Dan heb ik hier nog een pruim en een kers. Die hebben ietsje meer ruimte nodig. Die kunnen natuurlijk best wel groot worden. Maar dit zijn vrij kleine boompjes. Als je ze snoeit, dan kun je ze aardig in model houden. Zo, en dan gaan we water geven. En daarna wordt het kippenhok afgemaakt. Vorige week maakte Lodewijk al een start met het dierenverblijf. Ik ben even naar de natuursupermarkt geweest. Oftewel het bos en daar een tak gepakt. Ik heb thuis ook kippetjes. Die stok moet niet al te hoog zitten. In verband met opvliegen. Anders komen ze tegen het plafond aan. Dan is nu moment suprême. We gaan de planken potdeksen, dat wil zeggen overnaads op elkaar bevestigen. En het mooie is, we hebben schaaldelen van de bomen die ik eerder, nou ja, een tijd geleden trouwens, met de boswacht om heb gezaagd. Die zijn door een mobiele zaag tot planken gemaakt. Ze hebben even gedroogd. En nu kunnen we ze dan eindelijk gebruiken. Hoe cool is dat? Hey Corinne, vertel eens even, waar kom je vandaan? Uit Julianadorp. Uit Julianadorp? Maar dat is helemaal niet op Texel. Nee. Nou, wat kom je hier doen? Lodewijk. Je kwam mij opzoeken. Ik heb gewoon een fan, hè. Hoe cool is dat? Ja. Vind ik hartstikke gaaf. Ja. Dat heb ik je net al een heel klein beetje laten zien. Ja. Wil jij nog iets zien wat eigenlijk nog verder helemaal niemand heeft gezien? Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja. Kom, gaan we kijken. Zo. Kom maar eens even kijken. Daar komen dus de alpaca's, hè. Dat hadden we al gezien. Maar dit wordt het geitenverblijf, want we krijgen ook geitjes. Ja. En daar komen schapen. En er komt zelfs een varkentje. Ja. Wat denk jij dat dit is? Ik denk dat dit een kippenhokje wordt. Een kippenhok, supergoed. Hier komen de kippetjes in. Dus dan hebben we alpaca's, varkentje, geitjes, schapen en kippen. Dat is gaaf, hè? Ja. Ja, kijk, als je hier naar binnen gaat zo. Er zit een plankje en dan kunnen ze naar binnen lopen en dan kunnen ze daar de eitjes leggen. Wow. Cool, hè? Dat is ook grappig. Dat is grappig. Hé, hey, en nog iets anders. Dan heb ik over een paar weken een feestje hier. En dan ben ik toch op zoek naar mensen die het leuk vinden om langs te komen. Ik vind het wel leuk. Zou je dat leuk vinden? Ja. Super gaaf. Nou, zullen we afspreken dat we elkaar over een paar weken zien? Ja. Supergoed. Ga lekker naar je ouders. Ga nog een beetje spelen. Ja. Gaan wij weer hard doorwerken. Ja. Want het huisje moet wel af, hè? Doei, Corinne. Ja. Schattig. Alles is uitgedokterd en uitgedacht. Dus het moet goed komen. Met onze tweedehands pannetjes. Ook dat is weer een hergebruikt bouwmateriaal. Kijk eens. En het geeft gelijk een beetje een klassieke oude uitstraling, nostalgisch. Precies wat we willen hebben. You'll be my home. Kijk eens wat leuk dit. Ik ben eindelijk eens een keer een dagje niet op Texel. Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar dit voelt echt als een uitje. Ik ga namelijk naar de partij die het huisje, het centrumgebouw gaat ontwerpen. Wat midden op het terrein moet komen. Op Texel straks. En nou ik hier toch ben, is gelijk een goede plek. Om ook eens wat inspiratie op te doen. Dan heb je keuze uit allerlei verschillende overkappingen. En vaak zijn het standaard modellen die je dan wel in verschillende maten kunt krijgen. En dan ook weer in verschillende kleuren en materialen die je toe kunt passen. Maar het is zelfs voor mij als professional, om het zo maar eens even te zeggen, soms wel eens lastig om naar voor te stellen. Hoe valt het nou precies als het in een tuin komt te staan? Hoe ziet het er dan uit? Daar hebben ze een appje voor gemaakt met augmented reality. Dan kun je eigenlijk het object dat je voor ogen hebt selecteren, vrij simpel. En dat kun je dan even met een druk op de knop plaatsen in de ruimte die je voor ogen hebt. En dan zie je gelijk hoe het eruit komt te zien. Binnen wordt Lodewijk meegenomen in het ontwerp van het gebouw. Een riant huis met een veranda. Op het grote schuine dak is straks plaats voor sedumplanten en natuurlijk ook zonnepanelen. Zo, dat was interessant. Dan ga ik nu naar de productielocatie. Vlakbij Eindhoven is Zomeren. En dan ben ik ook wel eens benieuwd hoe zo'n huisje nou gemaakt wordt. Kijk, dat is gaaf. Dit was ons huisje, wat we net hebben gezien op het plaatje. En die gaan we nu samen maken, toch? Wij maken. Cool.
Het is wel een bizar idee dat dit straks ons huisje wordt. Het complete huis wordt gemaakt van duurzaam hout, waar uiteindelijk ook nog een antracietkleurige verflaag overheen komt. Het is toch wel heel erg gaaf te zien hoe die balken gefreesd worden, helemaal exact op maat. Maar er zijn nog veel meer onderdelen van het huisje die gemaakt worden. En daar ga ik nu kijken. Kijk, en dit is de plek waar alle elementen gespoten worden in de juiste kleur. Kijk, en dat vind ik dan weer leuk. Alle verf die gebruikt wordt, is watergedragen. En al het afval wat ernaast gespoten wordt, wordt weer opnieuw gebruikt. Helemaal goed. En als dan alles gefreesd is, gespoten, op maat gemaakt en gesorteerd, wordt het verpakt, op pallet gezet en vervoerd. In ons geval naar Texel. Zo, hey, hallo. Dat is leuk. Ja. Want ik ben heel druk bezig voor je. Ja. Om een mooi verblijf te bouwen. Althans, een omheining voor de weide. Ja. En dan gaan jullie twee alpaca's plaatsen, toch? Dat klopt. En wat maken ze nou voor geluidjes? Het geluid wat ze maken is nu een beetje... blij of niet? Of? Eigenlijk in beide gevallen. Het geluid maken is in beide gevallen. Maar wat ze nu vooral willen is lekker naar buiten. Oké, okay, heel goed. Kijk, mag jij met deze mooie dame lopen? Leuk. Dit is Talita. Hallo. Nog tips of niet? Blijf vooral gewoon lekker naast ze lopen. Maar deze is echt ontzettend makkelijk. Een heleboel mensen kunnen dat beamen, want zij is echt ontzettend lief. Nu kan je er heel goed... Talita. Talita, ja. Kom mee. Kom maar. Het zijn echt kuddedieren, dus ik ga er nog eentje meenemen. Oké, okay, daar zijn want ze anders, samen. Oh, oké. Okay. Ja. Hey. Nou is het verhaal wat ik wil vertellen aan de mensen... is dat we ver van de natuur af zijn komen te staan... Ja. En dat we eigenlijk op een andere manier moeten kijken naar groen en planten en hoe we daarmee omgaan. Ja. Is dat geld ook een beetje voor jou met alpaca? Zit je graag mensen die beleving wil delen? Ja, zeker. Want nu staat natuurlijk alles is net geplant eigenlijk in het land. Dus er is nog niet zo heel veel te zien. Jalo. En het mooie is eigenlijk, juist omdat je met de alpaca wandelt... Dat zie je al. Ze worden heel nieuwsgierig eigenlijk naar je. Ze komen dichterbij. Ze moeten wel even wennen. Maar vaak tijdens het rondje heb je al zo'n connectie met ze. Oké, okay, nou dan gaan we maar even een stukje lopen, toch? Ja, goed idee. Nou, voor mij zijn ze wel blij zo, hè? Volgens mij ook. Ja, ja. Super. Hey, en je gaat er twee op het park neerzetten. Dat klopt, bij, ja. Bij de tuin die ik ga maken. Ja. Ik ben al heel druk bezig met de omheining. En dan was het idee dat de bezoekers straks, als jullie er ook zijn, met die beesten kunnen wandelen samen. Hey, bedankt. Ik vond het in ieder geval een hele relaxende, maar ook wel een bijzondere ervaring. Goed zo. Succes en dan zien wij elkaar snel. Ja, komt goed. Oké. Okay. Ja. Doei. Doeg.